Goedemiddag of waarschijnlijk avond op het moment dat je deze video ziet. Ik neem hem van tevoren op. Dit om ervoor te zorgen dat ik niet word afgeleid door de comments. Waardoor ik na het afsluiten van de live dacht, dat had ik nog willen zeggen, dat had ik nog willen benoemen, dat had ik nog willen aangeven. Ik ben vanmorgen om een uur of 8 vertrokken uit Amsterdam. Ik heb in het zuiden des lands met een vriendinnetje, een echte sister, ontbeten. Het een en ander doorgenomen waar ik op dit moment mee bezig ben. Gedeeld hoe het op dit moment met mijzelf gaat. En dat is niet zo heel erg best fysiek. Het is echt knudden. Ik ben dus op weg naar Frankrijk. Morgen zal ik dus live verslag doen vanuit Parijs. Met andere apparatuur. Ik heb gisteren echt een keuze moeten maken om een investering te doen die fors was. Een rib uit mijn lijf. Helaas niet de rib die hier niet zo lekker op zijn plek ligt. Had ik het probleem ook op kunnen opgelost. Ik zou ook eigenlijk samen met iemand reizen. Die heeft helaas moeten afzeggen. Heeft wel een bijdrage geleverd. Maar door mijn uitgave van gisteren zit ik echt kielen. Maar ik kan niet anders. Ik kan echt het statief met de stabilisator. Ik kan het gewoon echt niet hebben nu. Om daarmee te werken. Dus ik heb een GoPro aangeschaft. Kleiner, lichter. En in de toekomst ook draagbaar op een harnas. Maar dan wil ik hem hier hebben. Dus daar ga ik morgen live mee. Met een GoPro kan je alleen live op je eigen profiel. Dus ik zal mijn redactie vragen om de live door te zetten op de pagina. En dan is het aan jou of je op mijn profiel meekijkt of op de pagina. Het is mij om het even. Ik zal dus ook geen oog hebben voor de comments. Omdat je met de GoPro loopt en de telefoon kan dan in principe opgeborgen worden. Het is best wel serieus, mijn schouder. Ik heb vorige week natuurlijk een massage gehad waarin me al verteld is, joh, je moet er echt even naar laten kijken. Het liefst door een manueel therapeut. Vermoedelijk ligt er een rib niet meer goed. Ik heb bijna 2 jaar geleden een ernstige valpartij gehad met de Anonymous Mars in Amsterdam. En ik dacht dat ik hem redelijk weggewerkt had. Maar door mijn ongeluk vorig jaar op de bloemenveiling is het behoorlijk overbelast geraakt. En vermoedelijk is er wel meer aan de hand dan alleen een rib die niet goed op zijn plek ligt. Eigenlijk zou het verstandig zijn om gewoon een paar weken absolute rust te nemen met die schouder. Dat is nou de derde keer dat je voorbij komt. Dat ga ik ook doen als ik terug ben uit Frankrijk. Ik blijf eigenwijs. Dus vandaar de beslissing om een risico te nemen met mijn financiën en die aanschaf te doen. Om morgen iets lichter te kunnen werken. De GoPro gaat zo ongeveer 3,5, bijna 4 uur mee. Dus het kan zijn dat we toch moeten overschakelen op de telefoon. Maar ik ben niet alleen en dan ga ik vragen aan degene die met mij mee is. Om dat dan te doen. En dan laden we de GoPro weer op. En als het dan nog steeds van belang is om te filmen. Dan zal de GoPro weer gestart worden. Mocht je kunnen waarderen wat ik doe en begrijpen waarom ik het doe. En weten dat het voor mij af en toe echt heel zwaar is. En je wil daarin bijdragen. Stuur me even een pb'tje. Dan stuur ik je een verzoekje. En elke euro die ik daarmee binnenhaal is meer dan welkom. Zodat ik ook zeg maar zonder piekeren terug kan komen in Nederland. Laten we het daar maar op houden. Ik kom echt wel terug. Zeker weten. Dan de situatie met Bart. Ik ga nog niet volledig open kaart spelen. Bart mag mij niet meer bellen. Dat ga ik jullie wel vertellen. Ik mag ook niet meer bij hem op bezoek komen. Hij heeft een brief ontvangen. Ik heb daar een geluidsopname van. Is in mijn bezit.
via andere mensen die in contact staan met Bart. En ik heb gezegd, joh, ik ga eerst naar Frankrijk. En dan gaan we kijken hoe we hierop gaan reageren. En opnieuw zal ik dat met allerlei voorzichtigheden proberen. In ieder geval te laten weten aan de PI-vucht hoe ik erover denk over deze beslissingen. Dat een deel van de beslissingen gedaan zijn op feiten die niet hebben plaatsgevonden. Dus daar zal ik ze op wijzen. Ik vind dat ik zelf als betrokkenen in dit verhaal het recht heb om bezwaar te maken. Dus dat zal ik zeker gaan doen. En daarna zien we verder. En voor de rest ga ik daar echt geen uitspraken over doen. Omdat het niet alleen om mij gaat, maar ook om Bart. En wat je ook van hem denkt of vindt. Omdat je zelf ervaringen met hem hebt opgedaan. Of van derden hebt vernomen. Voorzichtigheid is terughoudendheid is hier op zijn plaats. Hij heeft het al zwaar en het hoeft niet nog zwaarder te worden. Dan zit ik me heel hard af te vragen of ik nou echt alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ben echt mijn woorden wat betreft de situatie rondom Bart echt op een weegschaal aan het afleggen. Omdat ik weet dat menige instantie meekijkt. Het verhaal is wat mij betreft nog niet ten einde. Ik laat Bart nog steeds niet vallen. En ik zal binnen mijn mogelijkheden en grenzen doen voor hem wat ik voor hem kan doen. Met inachtneming dat het voor hem niet nog moet verslechteren, de situatie waar die nu in zit. En laat ik het dan nu hier maar bij afronden, voordat ik toch weer dingen zeg die ik liever niet, nog niet wil uiten. Ik moet echt eens gaan leren briefjes maken. Ik voel dat ik nog veel meer op mijn lijstje had staan wat ik in deze video wilde delen. Nee, geen idee. Hey, Raaf. Wauw. Ik heb een koekje in de auto. Dank jullie wel. Bisous. En stuur me een pb'tje als je me kunt steunen. Stuur ik jou het verzoekje. Tot morgen, live vanuit Parijs.